Op de plek waar binnenkort gebouwd wordt aan nieuwe schoolgebouwen aan de Vileriuslaan in Spijkenisse is bodemvervuiling ontdekt. Het plan is om een supermavo en een ander schoolgebouw te maken op deze locatie. De grond moet eerst gesaneerd worden voor de bouwwerkzaamheden van start kunnen gaan, doordat de grond is vervuild met koper, nikkel en zink. Mogelijk is de stoomtram van de RTM die hier vroeger heeft gereden de oorzaak van, maar ook wordt er gewezen op een vuilstort die op deze locatie gevestigd was. Wethouder Meijenans van de gemeente Nissewaard heeft bij de provincie melding gemaakt van deze vervuiling. In het gebied rond de nieuwe supermavo en het andere schoolgebouw worden in totaal 273 woningen gebouwd. De afgelopen tijd zijn bomen en struiken weggehaald in voorbereiding op deze werkzaamheden. Naast de nieuwe woningen krijgt de wijk ook een nieuwe toegangsweg via de JA-Highwaygelaan. Meer informatie en updates over deze bouwwerkzaamheden zijn te vinden op nisserwaard.nl.